Ik ben Falke Iskens, ik geef techniek in de eerste graad. En wat is mijn passie? Iets bijbrengen aan de leerlingen en vooral doen. De leerlingen van 1B die krijgen naast hun algemene vakken krijgen die ook nog het seminarie Verzorging, Voeding en Techniek. Daarin gaan ze leren keuzes maken en gaan ze eigenlijk ook hun eigen talenten ontdekken. Ze gaan workshops doen en ze gaan snuffelen in verschillende richtingen, zowel op onze school als op andere scholen, voor zo hun studiekeuze te kunnen maken voor het tweede jaar. In het eerste jaar B-stroom krijgen ze ook nog uitdieping, dus remediering, voor het vakproject Algemene Vakken of PAV. En daar ligt vooral de focus op rekenen en taal. In onze 2B hebben de leerlingen nog altijd het seminarie, maar bieden wij ook nog twee basisopties aan. De basisoptie Zorg en Welzijn, daar gaan de leerlingen vooral doen en gaan ze op een creatieve manier meer te weten komen over mode, schoonheidsverzorging, haarzorg, zorg voor woon- en leefklimaat, zorg voor welzijn en zorg voor voeding. En dan hebben we ook nog de basisoptie Expressie. En daar gaan ze via projecten meer werken met de creatieve expressievormen zoals beeld, klank, woord, beweging enzovoort. Ik ben Bram, ik geef les aan de tweede graad. Aan de richting Voeding en Verzorging geef ik voornamelijk PAV. De richting Voeding en Verzorging is een heel praktische richting. Wij proberen dat vooral praktisch aan te pakken en ja, ervoor te zorgen dat er geen overdaad aan theorie is. De leerlingen die krijgen een heel aantal algemene vakken, zoals PO, MO en PAV. Maar die gaan voornamelijk ondergedompeld worden in de zorg, welzijn, woon- en leefomgeving en voeding eigenlijk vooral. Concreet houdt dat in dat de leerlingen heel veel kooklessen gaan krijgen. Dat zij ook gaan bezig zijn met woontaken zoals ja, wassen en strijken bijvoorbeeld. En verder gaan zij ook zorgen aanleren die ze bij zichzelf kunnen doen, maar ook voornamelijk bij andere mensen eigenlijk. De richting Voeding en Verzorging is een bezorgrichting. In de tweede graad gaan we de leerlingen vooral proberen voor te bereiden op een gepaste studiekeuze naar de derde graad toe. Daarna kunnen ze zich nog verder specialiseren in een zevende jaar en dan is er zelfs nog de optie om verder te gaan studeren op de hogeschool. In het derde jaar staat er vooral de zorg voor zichzelf en hun nabije omgeving eigenlijk centraal. In het vierde jaar daarentegen gaan ze een heel aantal projecten moeten ontwikkelen. Daardoor willen we er eigenlijk voor zorgen dat ze hun zorgtalenten op het spoor komen en dat ze ook een goede studierichting gaan kunnen kiezen naar de derde graad toe. Ik heb hier zelf ook als leerling gezeten en ik vind het vooral fijn dat er een heel warme band heerst tussen de leerkracht en de leerling. We zijn een iets kleinere school, maar dat zorgt er wel voor dat er een heel warme sfeer is en dat de leerkrachten de leerlingen ook echt gaan kennen.